Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij in de juni maand zomerhitmaat. Mijn naam is Wesley. Voordat ik ga beginnen met deze video wil ik nog even iets kwijt over wat Serious Sunday precies is. Serious Sunday is een festival die elk jaar in Venlo plaatsneemt in het Julianapark in Venlo. En het is een festival waar de toegang gratis is en soms komen ook wel grote namen uit, meestal uit de Nederlandse muziekindustrie, daar ze optreden, kunnen ook mensen zoals Jelle of PSDJ Rudy hebben we ook gedaan zelf. Lil Kleine is ook wel en Ronnie Flex zijn ook wel eens een keertje langsgekomen op Serious Sunday. Maar soms zijn er ook artiesten waarbij ik denk van nou, die zou ik ook wel graag willen zien. Maar geen nood, in deze video ga ik de top 10 artiesten met jullie doornemen die ik persoonlijk graag een keertje zou willen zien op Serious Sunday. En als er een bepaalde artiest is die ik persoonlijk niet helemaal te gek vind, dat is helemaal niet erg. Dus gewoon puur mijn eigen. Weet je wat? Genoeg geklets, laten we nu meteen beginnen. Nummer 10. Clean Bandit. Ja, je denkt toch bij jezelf, Clean Bandit, wat? Wat moet Clean Bandit nou in hemelsnaam op Serious Sunday? Terwijl er al zoveel DJ's is en zo. Maar het leuke is, Clean Bandit is een electro house pop groepje met violen en cello's. En op een of andere manier, het is best wel origineel. En het is ook wel een beetje iets verfrissend om een keer iets vernieuwends te zien. Een keer een groepje live te zien optreden om electropop, housepop muziek te maken. Het geeft ook een beetje een unieke ervaring, want een beetje ook een unieke muziekervaring. Heel veel artiesten hebben samengewerkt met Clean Bandit, bijvoorbeeld Jazz Glynn, Louisa Johnson, zelfs Sarah Larsson en zelfs John Paul heeft met Clean Bandit samengewerkt. En ik denk zo van, nou, ik denk dat als Clean Bandit of Serious Sunday komen optreden, dan zou het best wel veel geld in het laatje opbrengen, want dan wordt het ontzettend populair en heel veel mensen zullen echt komen. Speciaal ook voor die artiesten. Het lijkt me ook wel te gek om een keer live muziek te horen in plaats van gewoon DJ's. Niet dat ik het persoonlijk niet te gek vind. Het is wel te gek, maar soms is het leuk om weer iets aparts te zien. Gewoon puur voor de pop. Nummer 9. Avicii. Ik vind het raar dat Avicii vaak wel gevraagd is bij grote festivals in Nederland, maar nooit bij Serious Sunday. Terwijl hij één van de grootste DJ's van dit moment is. Voor de mensen die Avicii nog niet kennen, Avicii is een DJ uit Zweden die onvergetelijk hits gemaakt heeft zoals Levels, I Could Be The One, samen met Nicky de Romero en zelfs Hey Brother die een nummer 1 hit werd in Nederland, de Nederlandse top 40. Avicii heeft best wel goede liedjes gemaakt. Ik vind ook gewoon van aangezien hij zo'n enorme DJ is, dan verdient hij ook een plekje in Serious Sunday. En wie wil Avicii nou niet zien? Geloof me, het zal ook een enorme gekhuis worden als Avicii bij Serious Sunday zou komen. Als Avicii ook in de line-up van Serious Sunday deel zou maken, dan zou een hele tof, dan zou Avicii dé artiest zijn waar de meeste mensen naar vooruit kijken. Nummer 8. Kaliber. Ja, als goed is ben ik bekend met deze Nederlandse muziekgroep, die heel erg bekend werd met liedje Vibe. En een van mijn favoriete liedjes van alle tijden. Het jammer daarvan is dat deze groep niet meer bij elkaar zijn. Er is wel één lid die deel uitmaakt van die groep. Maar het zou super tof zijn als de originele leden weer bij elkaar komen. Reden gaan geven bij Serious Sunday. Want de liedjes die zij hebben, die hebben echt een zomerse vibe. En ze hebben ook liedjes in Papiamento. Een soort taal die vaak in bijvoorbeeld Curaçao of Bonaire of Naruba gesproken wordt. En ik denk dat het ook wel leuk is om een beetje die Antilliaanse vibe ook een beetje te hebben bij Serious Sunday. Een beetje dat zomer te hebben. Ik denk dat het gewoon wel leuk is om een keer Kaliber bij Serious Sunday te hebben. Dat lijkt me echt persoonlijk te gek. Nummer 7. Deadmau5. Ja, je denkt jezelf, waarom moet een DJ nou met zo'n enorme big ass muizenmasker? Nou, wel raar, maar het aanbod komt best wel tof, want die helm kan ook een beetje licht geven in het donker. Ik vind het ook best wel raar dat Deadmau5 nooit gevraagd is voor Serious Sunday. En ik heb een paar liedjes afgelezen en ze zijn best wel te gek. Het is echt een beetje, zijn muziek is echt van die heerlijke en swingende deep house nummers. Een enorme live optreden zou heel uniek zijn, zelfs met die muizenhelm. Want we weten het al van Feestje Jeroen, Yellow Claw, je weet wel een beetje wat je kan verwachten, weet je wel. Maar Deadmau5 zou een hele andere ervaring zijn, net als bijvoorbeeld Clean Bandit. Echt zo'n festival materiaal uiteindelijk. Dus weet je wat er aan hebben? Nummer 6, Martin Garrix. Maar Martin Garrix is nooit gevraagd bij Serious Sunday. Ik heb het echt opgezocht op het internet. En hij is nooit op de nummer in line-up betrokken geweest van Serious Sunday.
Want Martin Garrix heeft na Animals echt best wel vier dikke house nummers gemaakt. En ook wel wat minder liedjes, zoals bijvoorbeeld Scared to be Lonely en In the Name of Love, deze liedjes dus. Ja, dat is niet echt house of festival materiaal naar mijn mening. Liedjes zoals Animals en Bite, dat zijn echt hele goede liedjes om lekker los te gaan tijdens Serious Sunday. En ik vind het gewoon, ik zeg het ook gewoon alvast, Serious Sunday, waarom heb je nooit of net Martin Garrix gevraagd? Wel, vind je Ruud en Yellow Claw bijvoorbeeld, of de Party Squad, maar nooit Martin Garrix. En dat vind ik raar. En ik vind ook gewoon dat Martin Garrix ook een plekje verdient in Serious Sunday. Nummer 5, Dio. Je weet wel wat dat is, hè, dat liedje. Ja, Dio, ja, ik vind het ook helemaal te gek. En zijn meest recente liedje is, wij zijn hier volgens mij samen met Ronnie Flex. En dat was niet zo heel erg goed voor mijn personen. Maar Dio heeft wel swingende hiphop hits zoals Tijdmachine en E.E. gemaakt. Samen met Seth. En hij zou eigenlijk, ik vind eigenlijk best wel raar, want toen, op het moment dat hij heel populair is, zou ik ook wel verwachten van, nou, hij moet op Serious Sunday of naar de zomerparkfeesten, de typisch festival in Venlo, maar die is nooit gekomen, nooit. Ah, en je denkt zo van, ja maar beste, dat is hip-hop muziek. Bij festivals doe je toch altijd alleen maar house en dance muziek. Maar bij Serious Sunday doen ze vooral electric, house en hip-hop en bass muziek. En daar is deze lijst ook eigenlijk op gebaseerd. En Tijdmachine en E zijn echt enorme klassiekers van Dio. En het zou echt zo super vet zijn als we deze liedjes weer zouden horen op Serious Sunday. En dan een enorm feest zijn. En dat is nog hartstikke leuk ook nog. Dus. Nummer 4. Justice. Je denkt er zelf zulke van wie is deze groep nou eigenlijk? Die Justice. Nou, Justice werd bekend met de hit D-A-N-C-A. Het is ook best wel apart dat ze ook nooit gevraagd zijn op Serious Sunday. En ze zijn niet heel bekend, zoals Zed of de Chainsmokers, helaas niet, maar ze verdienen echt aandacht wel. Ze zijn echt, ik vind Justice echt te gek. Ze zijn echt festival material. Deze Franse house duo zal ervoor zorgen dat het dak eraf gaat bij Serious Sunday, want ze hebben echt keigoede nummers. Ik zet ook een linkje in de beschrijving, waar jullie dan de volledige album van Justice kunnen luisteren. Dat is Cross. En het is wel apart, maar het is wel goed op zich. En het is best wel vet. Het zou ook een hele andere ervaring zijn qua house en dance muziek om Justice een keertje te vragen om deel uit te maken van de line-up van Serious Sunday. En dat zou Serious Sunday echt heel veel goed doen. Nummer 3, Kendrick Lamar. Sit down boy and be humble. Precies. K-Dot of Kendrick Lamar is een legendarische rapper van dit moment. Die gewoon echt, hij verdient gewoon een podium in Serious Sunday. Zijn liedjes zijn fire, weet je wel. En liedjes zoals Humble, M.A.A.D. City en King Kunta en I zijn echt de liedjes die echt gewoon te gek zijn. En het is gewoon echt een goede kwaliteits hip-hop uiteindelijk. Aan de andere kant, je hebt ook minder swingende liedjes en die liedjes echt gewoon swingend zijn. Maar je hebt een beetje het beste van beide werelden. De muziek van Kendrick Lamar is echt gewoon divers en de teksten zijn ook goed. En mensen gaan, ik zie het al voor omdat mensen op Humble gaan stuiteren, zeg maar. En echt zo met de handen gewoon van fit gaan pumpen omdat het liedje zo te gek is. En het zou echt super tof zijn als Kendrick Lamar naar Serious Sunday komt. En ja, hij is toch een goede rapper in vergelijking met Lil Kleine. Want Lil Kleine is gewoon echt bagger. Ik bedoel, heel erg bagger. Sorry. Nummer 2. Swedish House Mafia. Wow. Voordat je iets naar me toe gaat gooien. Ik weet het, Swedish House Mafia is al lang geleden uit elkaar. Hoe vet zou het zijn als Sweet Axel en Ingrosso en die ene andere gast waarvan ik de naam niet weet, weer bij elkaar gaan komen en zeggen, weet je wat jongens, laten we een keertje een reunie tour gaan doen. Laten we gaan optreden bij op festivals, zoals bijvoorbeeld Serious Sunday. En dat zou echt een feest zijn als de Swedish House Mafia weer bij elkaar komen en gaan toeren bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld een podium zou krijgen op Serious Sunday. En ik hoop ook van als ze oude nummers gaan duiden, zoals Don't You Worry Child, Your Name, Miami to Pizza, Save the World, en
Rayhound en andere fantastische liedjes die ze gemaakt, house liedjes gemaakt hebben. Het zou echt een keihard goede feest zijn. Iedereen gaat fistpumpen en shuffelen en gaan helemaal los op de dansvloer. Het zou super tof zijn als ze weer bij elkaar komen. En het zou een hele toffe reden zijn om Swedish House Mafia weer bij elkaar te krijgen en een podium te geven bij Serious Sunday. En voordat we naar de nummer 1 gaan, die ik persoonlijk graag nog zou willen zien op Serious Sunday, hier zijn nog wat honorable mentions. Get this night off right and turn the bass up, blow my eardrums. It ain't hard on Dooku, it ain't hard on Gale. You can't resist cash flow greater than the haters hating on my chest. Nummer 1, Daft Punk. Kom op, wie wil Daft Punk nou niet op een festival hebben? En ik weet het, Serious Sunday zou legendarisch en onvergetelijk worden als zij komen optreden. Want bijvoorbeeld in 2007 hebben zij een optreden gegeven bij Coachella Festival in Amerika. En dat was een van de meest legendarische momenten in de muziekgeschiedenis. Ja, Daft Punk is een fantastische, echt een van mijn favoriete housegroepen, zeg maar. En met een enorme verzameling aan house hits zullen ze de harten van festivalgangers veroveren. En veel geld in de laatste plek voor Serious Sunday. Ik denk ook dat het een gekhuis zou worden als Daft Punk zou komen. En misschien vragen ze wel heel veel geld, maar als je niet vraagt, dan zul je nooit te weten komen of ze überhaupt wel of niet komen. En nee heb je, maar ja kun je krijgen. Liedjes zoals One More Time, Get Lucky, Technology, Roll the Rock, The Punk. Al dat soort liedjes, die als zij allemaal aan boord zouden komen, dan zou er echt een enorme feest zijn. Dus hun nummers zijn echt een soort nummers die je in festival, dance festival wil horen. En ik hoop dat ze, en als ze komen, dan hoop ik echt een soort eigen podium krijgen. Zoals ze gekregen hebben in Coachella met allemaal van die lichten en beeldschermen, zoals zij het willen. En het zou zo te gek zijn als Stereo Sunday zegt, hey Daft Punk, wil je komen optreden, want wil jullie graag een keertje hebben. Nou, dat zijn dus de 10 artiesten die doorgaans aan een keertje willen zien op Stereo Sunday. Maar mijn vraag aan jullie is, wie zouden jullie een keertje willen zien op Serious Sunday of een ander soort festival waar jullie allemaal op graag heen gaan? Laat het gerust weten in de reactie onderaan in de video. Zoals altijd, ik wens jullie nog een hele fijne dag verder en alvast een hele fijne zomer. Dag!